Simplimail is ontstaan als een pilot vanuit de gemeente Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. De doelstelling was om het aantal stops, of het aantal leveringen aan de verschillende locaties te verminderen. Dus eigenlijk zorgen dat er gebundeld zou worden aan de rand van de stad en tegelijkertijd zero emissie, dus minder uitstoot, de stad in. Nou, de pilotsituatie was een hele mooie, alleen al vrij snel kwam wel de conclusie. Op het moment dat je het voor één locatie kan, verstoor je de keten. Op het moment dat je echt wat wil betekenen voor met name ook grotere leveranciers en grotere afnemers, zul je het ook landelijk moeten kunnen bieden. En zo hebben wij besloten om zo snel mogelijk ook een landelijk dekkend netwerk te creëren, zodat wij onze leveranciers en afnemers ook landelijk kunnen voorzien van een goede ondersteuning. We zijn betrokken geraakt eigenlijk vanuit de wensen en eisen die ze aan de aanbesteding hebben gedaan vanuit de UvA-HVA, Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam. Daar werd een verplichting ingesteld van jullie gaan via een hub de stadsdistributie rijden. En vandaar zijn we dus 3 jaar geleden betrokken geraakt bij de hub. We werken nu 1,5 jaar samen met Simplimile en ik vind het een heel gaaf concept dat je lokale ondernemers hebt die de lokale gemeenschap en ook de lokale bedrijven goed kennen. Dat je dat kunt combineren met een landelijke speler als PostNL. En wij zijn dan weer heel goed in het samenbrengen van verschillende logistieke stromen. Dat doen we al 200 jaar en we brengen dat zero emissie de stad in. En we weten dat veel vrachtwagens voor maar een paar stops de stad in komen. En wat we eigenlijk willen doen met stadsdistributie is alle goederen aan de rand van de stad verzamelen. En dat dan niet met heel veel vrachtwagens brengen, maar in 1 zero-emissie vrachtwagen de stad inbrengen. CWS neemt duurzaamheid heel serieus. We streven ernaar dat onze processen een minimale impact hebben op mens, milieu en op onze samenleving. Met deze constructie dragen we bij aan de leefbaarheid van de stad. We sparen onze eigen mensen veel tijd en ergernissen, omdat we de drukke binnenstad en haar parkeerproblematiek kunnen vermijden. Het belangrijkste is dat wij de logistieke keten van onze leveranciers opnieuw indelen. Dat betekent dat wij leveranciers die nu vaak zelf met eigen vrachtwagens hun dagelijkse ritjes langs de verschillende steden hebben, proberen periodiek bij ons aan te laten leveren. Dus zij komen 1 keer per week, per maand, afhankelijk van hoeveel goederen zij te leveren hebben, komen ze met een volle vrachtwagen naar de hub en wij slaan de goederen op. Dat betekent dat wij uit voorraad gaan leveren en dat zij niet meer dagelijks naar de verschillende steden toe hoeven. Dus niet alleen in de stad, maar ook naar de steden toe weten wij de hoeveelheid verkeer enorm te verminderen. Wij zien een bepaalde voorraad staan bij ons op de verschillende locaties. Dan zien we dat het tekort dat het door een ijzeren voorraad heen gaat. En dan bestellen wij via een automatisch systeem, via een automatiseringssysteem bij de hub in Amsterdam. Wij hebben samen met onze softwareleverancier Emendus een nieuw softwaresysteem verwezenlijkt, waarin wij alle orders volledig kunnen beheersen, maar ook de volledige tracking en tracing hebben, waardoor wij alle informatie aan afnemers, aan leveranciers en de vervoerder beschikbaar kunnen stellen. We kunnen ook nog zorgen voor een stuk fulfillment. We kunnen opslag verwezenlijken daar waar goederen pas op een later tijdstip verder de stad in moeten, dus just-in-time leveringen. En we kunnen ook goederen qua retourstromen weer mee terugnemen, zodat we ook daar zoveel mogelijk weten te bundelen. Door het samenvoegen van goederenstromen en het inzetten van elektrisch transport besparen we op onze brandstofkosten en we verlagen onze CO2-uitstoot. Het bevalt heel goed om samen te werken met een netwerk van lokale ondernemers. Zij runnen de hub waar mensen spullen kunnen afgeven en vanaf die plaats kunnen wij het zero-emissie met superduurzame voertuigen de stad inbrengen. Wij zijn erg tevreden over de samenwerking met de hub. Fijne samenwerking op alle niveaus, veel overleg. We zitten ook in die ontwikkeling met de gemeente Amsterdam. Dus dit is best wel gewoon een goede samenwerking. Het is natuurlijk fantastisch om bij te dragen aan de verduurzaming van de stad. Wij merken gewoon daadwerkelijk dat wij een enorme reductie van CO2-uitstoot kunnen bewerkstelligen. En als je kijkt, vorig jaar hebben wij al meer dan 3 keer minder de wereld rondgereden met de goederen van onze pilotklanten. En de doelstellingen voor de toekomst liggen natuurlijk alleen maar veel verder.